Welkom bij de wiskundeles. Vandaag gaan we eens kijken naar een uitbreiding van het assenstelsel. Tot nu toe hebben we een assenstelsel gehad wat er zo uitzag. Dus hadden we de oorsprong, dan hadden we getallenlijn 1, 2, 3, 4, 5 en zo verder. En we hadden een verticale as vanaf de oorsprong, die ging ook 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, dit assenstelsel kunnen we ook uitbreiden. En als we het assenstelsel gaan uitbreiden, dan gaan we ook meer getallen toevoegen. Dus we hebben hier nog steeds de oorsprong, oftewel de 0 gewoon. En wat we krijgen is behalve deze as van 1, 2, 3, 4, 5, 6 en deze as van 1, 2, 3, 4, gaan we nu de horizontale as ook uitbreiden met min 1, min 2, min 3, min 4. En dat doen we met de verticale as ook. Die gaan we ook uitbreiden met min 1, min 2, min 3, min 4. Dus dan krijgen we een uitgebreid assenstelsel. En wat je hier eigenlijk ziet is dat die lijn eigenlijk gewoon een getallenlijn is. Hij is gewoon 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En als die naar de min gaat, dan wordt het eerste getal onder de 0 wordt min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 en min 6. En dat geldt voor de verticale as ook. Dus eigenlijk ook gewoon een getallenlijn. En als die onder de 0 gaat, gaat die min 1, min 2, min 3, min 4. Nou, gaan we eens kijken. Hoe werken dan die coördinaten in zo'n uitgebreid assenstelsel? Nou, eigenlijk hetzelfde als in een normaal assenstelsel. Je gaat eerst horizontaal kijken. En daarna ga je verticaal kijken. Dus normaal gesproken zouden we bijvoorbeeld hier voor de keuken zouden we zeggen, nou, die ligt op het coördinaat 1,2, want hij gaat 1 opzij, 2 omhoog. Dus de keuken hier zou liggen op het coördinaat 1,2. Dus ik zet het er even bij. Die zou liggen op het coördinaat 1,2. Dat zou de keuken zijn. En dat is gewoon in een normaal assenstelsel ook zo. En als we eens gaan kijken naar het kruithuis, nou, eigenlijk gebeurt er niet veel anders dan bij een normaal assenstelsel. We gaan gewoon eerst horizontaal kijken. We zien horizontaal ligt hij bij de min 2. En daarna gaat hij 1 omhoog. Dus het kruithuis zou hier liggen op min 2,1. En dat zou het coördinaat zijn van het kruithuis. Dus die gaat eerst over de horizontale as naar min 2. En daarna gaat hij over de verticale as naar 1. En bijvoorbeeld de vlaggenmast. Nou, de vlaggenmast gaat eerst over de horizontale as naar min 4. En daarna gaat hij over de verticale as gaat hij naar min 2. Dus het coördinaat van de vlaggenmast zou worden min 4, min 2. Dus dat zou het coördinaat van de vlaggenmast zijn. Nou, zo zie je eigenlijk dat dit precies hetzelfde werkt als een normaal assenstelsel. Gaan we nu eens kijken, hoe kan je nou zo'n assenstelsel tekenen? Nou, we zien hier zo een aantal punten. En die punten willen we in een assenstelsel tekenen. Nou, we zien best wel veel punten. Het eerste wat we moeten gaan doen is even onderzoeken hoe groot moet dat assenstelsel worden. Nou, ik maak even een klein schetsje van een assenstelsel. Hier zo in de hoek. Die halen we later wel weer weg. Maar dan gaan we eens even kijken hoe groot moet dat assenstelsel worden. Dus ik maak een klein schetsje van een assenstelsel. En ik ga eens kijken hoeveel bij hoeveel moet dat assenstelsel worden. Nou, gaan we eerst naar de eerste getallen kijken. En dan kijken we gewoon even naar het eerste groot getal en het eerste kleinste getal. Het eerste getal is altijd de horizontale as, dus dat gaat over deze as. Dan laten we eerst eens even kijken wat is het getal wat het verst onder de 0 ligt. Dus het meest kleine getal. Nou, ik kijk even snel erdoorheen. En wat ik zie hier een min 6. En dat is eigenlijk het kleinste eerste getal. Dus ik weet, deze kant die zal moeten gaan tot en met min 6. Dus die zal moeten gaan tot en met min 6. Het is nu een beetje groot. Ik zal het straks wel even aanpassen. Dan ga ik eens even kijken wat is het grootste getal. Het eerste getal. Ik zie hier een 6 staan. Nee, verder niks. Dus ik zie hij loopt van min 6 tot en met 6. Dus de horizontale as loopt van min 6 tot en met 6. Dan gaan we naar het tweede getal kijken. Want dat is de verticale as. En wat we daar zien is het kleinste getal is daar. Even spieken. Een min 13, dus die moet lopen tot en met min 13. Dus die wordt tot en met min 13. En dan gaan we naar het grootste getal kijken. En dat is een... Ook even kijken hoor. Ik zie een 11, is dat de grootste? Ja, een 11. Dus hij moet lopen van min 13 tot en met 11. Dus we hebben gekeken hoe lang wordt de horizontale as, die loopt van min 6 tot en met 6. En de verticale as, die loopt van 11 tot en met min 13. Dus deze wordt, 24 lang. En deze wordt 12 lang. Nou, laten we eens even dat assenstelsel gaan tekenen. Ik neem een beetje middenin, want ik denk dat we aardig wat ruimte nodig hebben.
Dus laten we hem proberen 24 lang te maken. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. En dan moet hij toch nog eentje langer. Dan komt hij helemaal tot bovenaan. 24 lang. Dus hij wordt 24 lang. Nou, gaan we nu eens even kijken. Deze as, die moest 12 lang worden. Dan moeten we wel even gaan kijken waar die begint. Dus laten we even vast de getallen erbij gaan zetten. Ik zal ze even iets kleiner gaan maken. Maar we gaan de getallen erbij zetten. Dus we gaan hier bovenin beginnen met de 11. En dan gaan we verder. Dit is wel een heel vervelend werkje. De 11. En dan gaan we verder naar 10. Dan ga ik eens even kijken of ik het zo makkelijk kan doen. 9. 8. Ja, dit gaat niet heel handig. Nou, we doen het gewoon zo. Dus 10. 9, 8, 7, je ziet, dit is echt wel een vervelend werkje, 6, 5, 4, 3, 1, 0 en dan gaan we naar min 1. Ik denk dat ik er nog eentje tekort kom. We gaan zo even kijken, min 2, min 3, min 4. Je kan dit stukje ook even doorspoelen als dit te lang duurt, want het is wel een heel vervelend werkje. Min 5, min 6. Min 7. Min 8. Min 9. Min 10. Min 11. Min 12. En de laatste. Min 13. Ik hoop dat ze een beetje normaal blijven staan. Ik neem aan van wel. Hey. En nu gaan we de horizontale as tekenen. Die komt door die 0 heen. En die wordt hier tot en met min 6. En daar tot en met 6. Dus dat wordt de volgende. Dat wordt die horizontale as. Die gaat hier zo naar min 6. Dus die gaat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier zo 6. En hier ook 6. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 5, 6. Nou, dan zetten we daar ook nog even de getallen bij. We zijn nu toch bezig. Dan wordt het 1. Twee. Drie. Vier. 5, 6 en de andere kant op wordt de eerste wordt min 1. Je ziet het zit hier vrij krap op elkaar, dat zal je schrift ook zien. Dan zijn de hoekjes nog wel iets groter, maar toch min 2. Min 3.
min 4. Min 5. En als laatste komt natuurlijk min 6. Nou ja, zo hebben we allebei die assen in ieder geval getekend. Ja, op dit moment ga je de coördinaten erin tekenen. En dat is eigenlijk wel het makkelijkste. En wat je hier zo krijgt is blijkbaar een dier op een gegeven moment. Maar ik zal even het beginnetje maken. Dus je gaat de coördinaten tekenen. Die eerste is min 3, min 4. Ik zet altijd, nadat ik het getekend heb, even een streep er doorheen wat ik gedaan heb. Zodat ik weet dat ik die gedaan heb. Kan met een klein potloodje, hoeft niet met een dikke stift. Maar min 3, min 4. Dus ik ga over de horizontale as naar min 3. En dan naar min 4. Dus hier begint mijn tekening. Dan ga ik naar 0, min 4. Dus ik ga over de horizontale as naar 0. En ik ga naar min 4. Dus die tweede stip zit hier. Kan ik hem ook weer wegstrepen. En wat je ziet is, je verbindt gelijk de punten met elkaar. Dus dat betekent, ik teken gelijk een lijn van de ene stip met de liniaal naar de volgende stip. En dat mag best wel een iets dunnere lijn zijn. En dan ga ik naar de volgende, dat is 1, min 8. Dus dan zou ik naar 1 en min 8 gaan. Dus dan zou ik hier zo naar 1 gaan. En dan naar min 8. En dan ga ik ook weer een lijntje tekenen. Dus dan teken ik ook weer daar vandaan een lijntje hier naartoe. En als het goed is, haal ik hem dan gelijk. Hier haal ik hem weer door. Dan weet ik, oh, die heb ik gehad. Hup. Die heb ik gehad. En dat doe ik natuurlijk met een klein potloodje. En dan onthoud je wat je gedaan hebt. Nou, de rest mag je echt zelf doen. Succes met de opgave. En ja, ik hoop dat je dat stuk waarbij ik de afstelsels aan het tekenen was een beetje doorgespoeld hebt. Want het duurde erg lang. Maar succes met het maken van je huiswerk. En tot de volgende les weer.